allemaal, hier is Ellen weer van Elans. Hallo allemaal, de schorpioenen. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Welkom weer hier op mijn kanaal. Ook alle nieuwe bezoekers, ontzettend welkom hier op mijn kanaal. Wil je op de hoogte blijven? Dat kan natuurlijk, dus druk dan op de rode knop van abonneer. En vergeet vooral niet op de bel te drukken, want dat houdt in dat zodra ik een nieuwe video geplaatst heb, dan krijg je gelijk een melding hiervan. En ik heb hier de kaarten al geschud en neergelegd, zoals jullie zien, schorpioen. Dan kunnen we ook direct gelijk gaan lezen wat de kaarten te vertellen hebben. Wel geef ik aan, nogmaals, het is een algemene reading, dus het kan zijn dat het niet voor iedereen resoneert. Als dat zo is, laat het dan vooral gewoon los. Dan is de boodschap niet voor jou bedoeld. Je kan eventueel bij je ascendantlegging kijken van de sterrenbeelden. Weet je niet wat je ascendant is? Je kan op Google, op internet heel veel programmaatjes vinden dat je het kan laten berekenen wat je ascendant sterrenbeeld is. En als je dat weet, kan je eventueel kijken naar die video. En misschien dat daar nog enigszins een boodschap bij zit. Oké, dat gezegd hebbende. Het voelde goed voor mij om een extra orakelkaart voor jullie te trekken vanuit de Conscious Mind. En ik ga gewoon eens kijken welke boodschap ik voor jullie mag ontvangen. Schorpioen voor de maand maart. En er valt er al eentje uit. En laten we eens kijken. Dit is de Moon Goddess. I'm in harmony. Flow with the moon's energy and all phases of life. Dit houdt eigenlijk in dat je heel erg goed in contact staat sowieso met de maanenergie. En de maan is natuurlijk de afgelopen dagen heel erg sterk geweest. Heel krachtig in de energie. En hierin geeft ze ook van, weet je, ik ga mee met de cyclus van het leven. Ik ga mee met de cyclus van alle energieën die spelen om mij heen. En dat zorgt er dus voor dat ik dan ook alle fases van het leven mag gaan ervaren, doorleven ook. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. En dat zijn ook mooie momenten, maar ook minder momenten. Maar het zijn wel de leermomenten die wij allemaal kunnen aangaan. En voor de maand maart mogen jullie wat meer gaan stilstaan inderdaad in die energie voor jezelf, schorpioen. Van wat het echt daadwerkelijk bij jou teweeg brengt. Dus echt wel met je emoties, met je gevoel. Alles wat je dus in je lichaam voelt. Weet je wel, wat er gebeurt. Wat het met je doet. En dat soort dingen meer. Dus wat meer stilstaan met, ja, weet je, alles wat je mag meemaken. De fases in je leven. Dat was de extra kaart voor jullie. En we gaan dus nu door. En we gaan als eerste kijken naar het maanorakel. We pakken even de maan erbij. En deze maan die zegt van, er wacht je een nieuw begin, nieuwe maan. Nou, heel mooi voor de maand maart. En ik pak even het boek erbij. Er komt een ja jouw kant op. Dit is een van de meest veelbelovende kaarten van de hele stapel. Deze kaart is 100% positief en geeft aan dat er iets nieuws en opwindends in de maak is. De situatie waarover je een vraag stelt of waar je in zit op dit moment, de energie, is gezegend. En je bent goed op weg om je doel te kunnen bereiken. De boodschap van het universum is dat je eigenlijk helemaal opnieuw begint. Maar dan op een andere en betere manier of met een beter gevoel over de gewenste afloop. Als je het gevoel hebt dat je stilstaat en geen vorderingen maakt, dan herinnert deze kaartje eraan dat het leven uit cycli bestaat en dat je nu aan een nieuwe cyclus begint. Dit is het moment om met een schone lei te beginnen. Als de situatie waarover je een vraag hebt gesteld negatief is, klaart die nu helemaal op of komt er heel iets nieuws op je pad? Dus in principe is eigenlijk een aanvulling van eigenlijk wat deze orakel ook al zei, hè? Dus meegaan met de cycli van het leven. En hier wordt dan inderdaad het maancycli wordt natuurlijk afgebeeld, maar het is natuurlijk met alles wat we met z'n allen, ja, op dit moment doormaken. In hoeverre kan ik daarvan leren? Hoe kan ik mijn stappen weer gaan verbeteren voor mezelf? Het anders gaan doen, inderdaad, zoals het maanorakel zegt. Andere betekenissen kan zijn.
Er komt er dus een nieuw begin aan. Je zult je snel hoopvoller voelen als het gaat om het krijgen is wat je heel graag wilt. Je geloof dat dromen werkelijkheid kunnen worden werkt op dit moment heel erg goed in de energieën. Dus ga vooral manifesteren voor jezelf en vergeet wat er gebeurd is. Vergeet het verleden, geeft deze kaart aan. Dus echt gewoon jezelf gaan focussen, schorpioen, voor de maand maart voor jezelf. Om echt opnieuw te mogen gaan beginnen voor jezelf. Want de momenten, de moeilijke momenten zijn nu voorbij. En je mag dus nu echt wel je stappen weer gaan herzien en nieuw gaan neerzetten. Vanuit Avalon orakel heb ik hier de Goblin. En de Goblin, ja, die staat ook wel voor het gewonde ego van iemand. Dus we gaan eens kijken wat die te betekenen heeft. De Goblin is een soort van spiegel. Hij vraagt je om je eens te kijken wat je stagneert in je vooruitgang. Zijn er triggers op dit moment in je leven? Of achtervolgt momenten vanuit je verleden jou? Ga eens voor jezelf rustig zitten en stop met doorgaan. En neem de rust en de inzicht voor jezelf om te achterhalen wat het is wat je tegenhoudt. Of je naar beneden haalt met negativiteit. Dus focus jezelf vooral op zelfliefde en eerlijkheid naar jezelf toe. Dus even weer inderdaad de pas op de plaats zetten. Teruggaan naar binnen toe. Zo van ik ben gekomen tot waar ik nu sta. Heeft het me wat gebracht wat ik wil? Nee. Als daar het antwoord nee op is. Ook weer het herzien. Dus het is wel heel duidelijk wat de kaarten, alle drie de orakels aangeven voor qua nieuw begin. Weet je wel, pas op de plaats. Even kijken voor jezelf. Waar ben ik nu en hoe kan ik het voor mezelf veranderen? Hoe kan ik meer in mezelf geloven van dat het allemaal wel weer op zijn pootjes terecht komt, laat ik maar zeggen. Nou, dit is al heel erg spannend, vind ik, voor jullie schorpioen. Dus ik ben benieuwd wat de tarotkaarten nog te zeggen hebben aan jullie. Dus laten we maar snel gaan kijken. De eerste twee, die gaan over de algemene energie die spelen in de gehele maand maart. Nou, ik zie toch wel dat of sommigen van jullie inderdaad het gevoel hebben van, ik zie het gewoon niet meer zitten. Ik voel me vastgelopen, er zijn heel veel dingen gebeurd, ik ben moe, ik ben afgemat en dergelijke. Maar in principe zie je hierachter nog twee bekers overeind staan. Deze drie zijn omgevallen, maar die staan dus overeind. En de vijf staat dus eigenlijk voor de kleine arcane, zoals het op een soort van kruispunt. Het kruispunt in je leven voor je volgende stap. Welke stap ga je vervolgens nu nemen? En de energieën die voor maart zijn, dus echt wel dat je je hoofd mag omhoog heffen. Of achterom kijken, want er staat nog heel veel. In ieder geval nog twee bokalen om in ieder geval te gaan beginnen. Te gaan beginnen met een nieuwe fase. Je ziet hier ook het water en de brug. En een brug staat voor mij echt voor overbrugging naar een nieuw begin. Dus dat blijkt dus wel uit de orakels. Water is inderdaad van durf mee te gaan met de stroom, met wat er op je pad gaat komen. En soms is het niet altijd even leuk en soms is het ook totaal verrassend. Want er kunnen ook dingen in het leven op je pad komen waarvan je denkt van, hè, weet je wel, hoe zit dat? Maar deze kaart geeft heel duidelijk aan, kijk eens wat meer om je heen. Wat er is op dit moment in je leven, wat er allemaal op je pad gaat komen, qua tekens, symbolen, dat is go with the flow. Dat is je water, hè. Ga voor jezelf eens na. Ik zal hem wat dichterbij houden. Dat water wat je hier ziet lopen. Volg dat pad gewoon eens. Wat is er wat er om je heen toch speelt? Zijn er andere mensen in je leven voor jezelf? En ga eens die brug over. Ga eens kijken naar de overkant, naar het kasteel. Weet je wel, om je basis weer goed neer te gaan zetten voor jezelf. Dus overbrug of de pijn en de heartache die je hebt gehad. Of de mindere mooie momenten. En pak die twee bekers op en ga gewoon de eerste stap aan het zetten voor jezelf. Dat is eigenlijk een beetje de algemene energie. En de koningin van staven is eigenlijk een hele mooie, sterke vrouwelijke energie. Dus voor de mannen, hè, is het vooral de vrouwelijke energie in jullie. Maar die zorgt dus voor qua onafhankelijkheid. Weten dat je gewoon sterk bent. Dat je de kracht in jezelf hebt om datgene neer te mogen gaan zetten wat je wil. En dat is eigenlijk een beetje ook wat de maanorakel ook al zei van,
En je weet eigenlijk wel welke kant je op wil. Je hebt de capaciteit en je potentie in je om weer aan een nieuw begin te mogen starten. Nou, en dat is heel duidelijk ook met die koningin, hè, van staven. Je ziet ook die poes naast haar. Dat geeft ook wel weer die stabiliteit aan. De kracht over de dieren. Ze heeft de staf heel duidelijk gewoon krachtig in haar hand. Ja, weet je, en de staven staan gewoon duidelijk voor groei. De salamanders, die zijn ook een specifiek diersoort wat echt wel zegt transformatie, het nieuw neerzetten van. Dus ja, de algemene energie voor jullie schorpioen is echt wel dat jullie je nu wat meer mag gaan neerzetten in maart. Meer gaan focussen op de nieuwe dingen in je leven. Je leven weer oppakken, laat ik maar zeggen. We gaan kijken naar jullie uitdagingen vanuit de energie of het universum, of hoe je dat ook mag zeggen. Nou ja, de aas van pentagrammen, hè? De aas van pentagrammen, dat is zo'n mooie kaart, echt. Die geeft dus heel duidelijk aan, een volledige nieuwe kansen voor je. En pak die dan ook aan, zeggen ze. Dus eigenlijk in maart komt er voor jullie schorpioen echt wel nieuwe kansen voor jullie op je pad. Blijf goed daar naar uitkijken voor jezelf. Blijf goed om je heen kijken. Dus hou echt alles voor jou alert wat er op je pad gaat komen. En grijp dat gewoon aan, die nieuwe kansen. Want je ziet ook hier de pergola, het pad wat er naartoe gaat. En dat is een soort van poort, laat ik maar zeggen. Een poort, als je daar doorheen stapt en je geeft jezelf daar volledig aan over. Dat je dan zegt van oké. Weet je wel, ik ga nu een nieuwe wereld in. Ik ga voor mezelf een nieuwe kansen ga ik voor mezelf aangrijpen. Ik ga kijken wat er achter die pergola ligt. Weet je wel, ik zet mijn schouders eronder. Dat is eigenlijk jullie uitdaging, schorpioen. Om even weer je leven weer goed op te pakken voor jezelf. En eigenlijk geeft dan de 10 van cups, dat is eigenlijk de hoe zeg je dat? Ik vergeet al het woord. Dit is eigenlijk de verduidelijking nog eens extra. Als je dat ook daadwerkelijk gaat doen voor jezelf, hè, je gaat je leven weer oppakken, je gaat de kansen aangrijpen die op je pad gaan komen, je gaat jezelf uitdagen, dan mag je het ook volledig helemaal voor jezelf gaan ontvangen. Want dit is echt een het volle moment van hele gelukzaligheid, dan wel met een gezin, dan wel met je relatie, dan wel met huiselijkheid, noem het maar op wat voor gebied dan ook. Is dit dus eigenlijk je gehele voldoening, volmaaktheid, dat je het allemaal mag en kan gaan bereiken. Alleen, het is wel die inzet, die uitdaging voor jullie, schorpioen, om echt die schouders eronder te gaan zetten in de maand maart. Je adviezen, nou, die vind ik wel mooi. De kluizenaar. Ja, de kluizenaar, je ziet ook dat lampje. De lamp, die zie je dus echt heel duidelijk. Dat is eigenlijk de wijsheid die je inmiddels hebt. Je levenservaringen, of je nou jong of oud bent, dat maakt helemaal niet uit. Weet je, dat lampje geeft heel duidelijk aan dat je nu op de top bent bereikt voor jezelf. En je ziet eigenlijk wel dat hij op de top van de berg staat. Eigenlijk boven de sneeuw, boven de wolken. Hij kan niet verder stijgen in zijn wijsheid, de kluizenaar, van wat hij allemaal geleerd heeft op zijn pad in zijn leven. De kaart kan aangeven is... dat je even een stap terug kan doen. Dat was inderdaad pas op de plaats. Dat was ook die goblin, hè, die Avalonkaart, die zei dat ook. Zo van pas op de plaats voor jezelf. Wat stagneert jou? Ook de kluizenaar kan dat aangeven voor jullie qua adviezen. Wat aangegeven wordt van neem even een stap terug. Als je merkt dat je vastloopt, ga van binnenin eventjes na. Oké, wat is het dan eigenlijk waardoor ik vastloop? Wat is de oorzaak? Op het moment dat je die oorzaak kan aangrijpen, kan je hier ook weer een stuk mee verder, hè? Met je uitdaging. Het is belangrijk om nog een stukje van jezelf, een stuk oud zeer, te mogen helen. Dat kan het ook betekenen van de kluizenaar. Dat er nog iets is wat nog opgeruimd mag worden. Ja, en als ik dan kijk naar de verduidelijking voor die kluizenaar, dat is de aas van bokalen. Ja, de aas van bokalen vind ik zelf een hele mooie kaart. Hier is het niet heel duidelijk zichtbaar bij, maar als ik naar de rijder weet ga kijken van de aas van bokalen, dan zie je heel duidelijk dat het 5 stromen zijn. En dat houdt in de 5 zintuigen.
Je ziet ook de vissen, zie je in het water, als het goed is. Zie je ook de vissen, de goudvissen. Die geven ook aan inderdaad voorspoed, vermeerdering, op wat voor gebied dan ook. Maar die vijf zintuigen zijn wel heel erg belangrijk voor jullie nu, schorpioen. Van alles wat er dus inderdaad gebeurd is, om dat te kunnen gaan verwerken, om verder te mogen komen. En geeft ook de kluizen aan van, ga eens bij je zintuigen na. En dat is je reuk, je gezichtsvermogen, je gehoor, weet je, het voelen vooral. En dat is niet alleen het voelen qua emoties, maar dat kan ook met je vingertoppen zijn. Het kan met bepaalde lichaamsdelen zijn. Weet je wel, wat voel je in je lichaam bij bepaalde stukken waar je nog aan mag werken? Wat voor gevoel geeft dat voor jezelf? Daar is inderdaad ook waar je aan mag werken, wat de aas van bokalen zegt. En als je daar eenmaal mee aan de gang gaat, weet je wel, want deze twee bokaalkaarten die zijn echt heel positief, dan kan alles gebeuren wat je eigenlijk wil bereiken, na al die struggles, na al die vervelende momenten, dat je eindelijk weer je leven zodanig gaat opbouwen dat het allemaal weer goed mag gaan komen. Oké, en de uiteindelijke uitkomst. Ik heb hier de schildknaap van staven en ik heb de ridder van bokalen. Ja, deze twee zijn toch ook wel, in dit geval met die schildknaap van staven, normaal gesproken zijn het boodschappers, maar in dit geval boodschappen naar jezelf toe. Je mag jezelf wat meer onder de loep gaan nemen ook. Dus ook wederom weer die bevestiging, dat ga eens kijken wat je tot nu toe van jezelf qua talenten hebt of potenties. Wat heb je in huis voor jezelf, wat je neer mag gaan zetten in maand maart. Dus nogmaals voor jezelf nagaan, wat is het wat ik voor mezelf nog verder mag ontwikkelen. En als ik dan kijk naar de ridder van bokalen, ter verduidelijking nog extra. Je ziet hoe het paard ook door het water heen loopt, element water. De bokalen die staan echt wel voor emotie. Dat is één ding. Maar ik merk gewoon van eigenlijk met beide kaarten toch wel, zowel die schildknaap van staven als die ridder van bokalen, dat er toch nog onderliggend iets ligt van dat je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. Dat je echt wel tegen personen of bepaalde instanties aanloopt. Je klopt regelmatig aan bij mensen. Je probeert je verhaal te vertellen. Wat je heel graag wil trouwens. Je wil heel graag je verhaal kwijt. Maar dan wordt gewoon niet op een of andere manier niet goed naar je geluisterd. En daarin voel jij jezelf alleen staan. En dat is eigenlijk een beetje wat deze twee kaarten aangeven. De bokaal van de knights, de ridder, wil ik wel aangeven dat dit wel nieuwe mogelijkheden kunnen zijn. Dus eigenlijk hetzelfde als met die pentagrammen, laat ik maar zeggen, is dat er wel nieuwe mogelijkheden op je pad gaan komen. Dus er gaan hele nieuwe dingen op je pad komen, dat geeft die bokalen van de ridders ook aan. Er gaat je iets aangereikt worden in maart. En ja, ik zou zeggen, grijp echt die beide kansen aan. Het feit dat je niet gehoord wordt door andere mensen, misschien is het toch wel dat je nog te veel introvert bent met je eerdere ervaringen. Dus probeer nog duidelijker voor jezelf naar buiten te treden en jezelf te laten zien van hey, dit ben ik, dit heb ik meegemaakt, weet je wel, hoor mij en ik wil verder, help mij. Probeer voor jezelf meer opener te zijn, jezelf wat meer echt neer te gaan zetten voor de maand maart. En probeer nog een laatste stukje, en die wijsheid heb je in je, dat soort kluizenaar zegt, dat laatste stukje wat nog in je zit om te mogen opruimen voor jezelf. Nog wat meer openheid te mogen gaan doen naar buiten toe voor jezelf, schorpioen. En dan zal je merken dat op een gegeven moment alles vanzelf gaat stromen. Dan gaat alles vanzelf stromen. En misschien dat het voor jou heel vreemd voelt. Dat idee heb ik wel. Maar durf gewoon mee te gaan met de stroom. Durf mee te gaan met de flow. Eigenlijk ook wat deze orakel ook aangaf. Hè. Ga mee met de fases die in maart op je pad gaan komen. Dus ga je er niet tegen verzetten of op een gegeven moment zeggen van ja, dag, dat is niks voor mij. Of dat voelt vreemd of onbekend. Weet je wel?
Denk gewoon buiten de box, weet je wel. Ga mee met die flow wat er op je pad gaat komen. En dan zal je merken dat het dan ineens gaat stromen en alles weer eigenlijk op de rit gaat komen in je leven. En dat je weer lekker mag gaan genieten, je mag verder gaan groeien, je mag meer nieuwe mensen gaan ontmoeten. Dus ja, schorpioen, het is even inderdaad in de maand maart nog een stukje werken aan jezelf. Maar eind maart zal je merken dat je de vruchten mag gaan plukken van alles wat je gaat neerzetten. Ik hoop dat dit voor jullie geresoneerd heeft. Ik ga nog vanuit mijn Lennemak kaartjes nog eventjes een paar kaartjes trekken. Om te kijken wat ik nog aanvullend mag doorgeven aan jullie. Oké, als eerste trek ik de hond. Dat zie ik vooral als zijnde van, nou, mag trouw zijn aan jezelf. Met jezelf duidelijke afspraken maken waar je op dit moment heen wil. Dat je niet meer inderdaad van je afspraken afwijkt voor jezelf. Dus goed loyaal zijn aan jezelf. Om juist je nieuwe pad weer te mogen gaan bewandelen voor jezelf. En als tweede heb ik de slang. En de slang zie ik dus in dit geval echt wel als transformatie. Dus echt wel meer als ook een nieuwe kans. Zelf om deuren te laten gaan openen voor jezelf. Oké, wat was het ook alweer waardoor ik in een bepaalde situatie ben terechtgekomen? Hoe kan ik het nu voor mezelf anders gaan neerzetten? Even kijken van, oké, waar was ik vastgelopen en hoe kan ik nu weer verder? En ook hiermee maak je ook weer afspraken met jezelf. Misschien dat je iets nieuws aangeboden gaat krijgen. Eigenlijk samen met die, zal ik er even bij pakken, met die ridder van bokalen. Ja, omdat dat toch wel iets is wat je aangereikt kan gaan worden voor een nieuw begin. Misschien met een nieuw contract. Ik weet niet of er mensen zijn zoals jullie, schorpioenen, die bezig zijn met een baan zoeken. Of voor zichzelf weer, weet je wel, dat je ZZP'er bent of een klein bedrijf, dat je alles weer eventjes wil gaan opbouwen. Er komen wel weer nieuwe kansen aan. Wat voor jou wel weer hele nieuwe momenten gaan worden. Dat je gaat samenwerken of dat je afspraken gaat maken met andere mensen om je heen. Dus ja, en dat kan ook weer ook die vissen zijn, hè, die vermeerderingen in die aas van bokalen. Dus inderdaad, nieuwe momenten, nieuwe kansen, nieuwe mensen, op wat voor gebied dan ook. Ik hoop dat dit voor jullie geresoneerd heeft. Is dat zo, geef het dan een like voor mij. Geef eventueel ook feedback onderin. Ik vind het altijd leuk om jullie verhalen te horen. Of de kaart jullie dat gebracht heeft waar je zegt van ja, daar kan ik aan werken. Vind ik voor mezelf ook heel erg leuk. Is ook een leermoment. En ik ga jullie de volgende keer weer zien.